Hallo allemaal, van harte welkom bij dit kerstfeest. Zie je mij wel? Ik zie jullie helemaal niet, het licht is uit. Oh nee, alles gaat mis. Het is echt kerstmis vandaag. We hebben een liedje op de bromvlieg dat zegt: als het ergens donker is, moet je gewoon een lichtje aandoen. Nou, dan. Oh, kijk eens, we gaan gewoon een lichtje aandoen. Zie je dat? Als je een lichtje aandoet, dan zie je weer beter. En dan zien we ook dat kerstfeest gaat over de stal, over de geboorte van de Heer Jezus. Want die kwam gewoon, ondanks alles. Kerst is gewoon feest. Zing je mee? Kerst is feest. Kerst is feest voor iedereen. Jezus is allemaal, wij lezen vandaag uit het boek Kerstmis van Lipruna. Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten, toen plotseling een licht zagen. Dat licht was zo mooi en zo helder, alsof het leek dat het dag werd, maar dat werd het niet. Dat licht kwam van een engel. Een engel die een boodschap kwam brengen van God. Wees maar niet bang, zei de engel. Want de herders waren wel een beetje geschrokken. Ik kom jullie iets heel fijns vertellen. Luister maar. Maar geen
waarschijnlijk snel komen zo. In Bethlehem is een kindje geboren dat Jezus heet en dat alle mensen gelukkig maken zou. Ga maar kijken, het is in doeken gewonden en het ligt in een kribbe. Toen de engel dat gezegd had, kwam er nog een engel en er nog een. En nog een, net zo lang. Tot de lucht vol was met engelen. En allemaal samen zongen zij een lied. Dat lied klonk zo prachtig dat de herders en de schapen in het veld heel stil stonden te luisteren. Ere zij God, zongen zij. Ere zij God in de hoogte.
Toen hij niet uit was, verdwenen de engelen weer. Oh, wat was dat mooi, zeiden de herders tegen elkaar. Laten we gauw naar Bethlehem gaan. Dan kunnen we zien wat de engel ons verteld heeft. En ze gingen op weg. Wij stoere herders, wij beschermen schapen in het veld. Wij zijn niet bang en dus hebben we net een man geveld. Maar toen zo een engel ons lichtschaalde om ons heen. Die engel zei, vrees niet, ik heb goed nieuws voor iedereen. De redder is geboren, Christus de Heer. Nadat ze een tijdje gelopen hadden, kwamen ze bij een stal. Het was een witte stal met groene deuren en een raam dat niet dicht kon, omdat er geen luik was. Het was een stal waarin de dieren mochten slapen als het buiten koud was. Zou het hier zijn? Vroegen de herders aan elkaar. Zou Jezus in een stal geboren zijn? De engel had gezegd dat ze hem zouden vinden gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. Een kribbe is een bak waar de dieren uit eten. Laten we maar naar binnen gaan, zeiden de herders. En ze vonden een kind dat in doeken gewikkeld was en dat in een kribbe lag, net zoals de engel gezegd had. Naast de kribbe stonden Jozef en Maria. Zachtjes kwamen de herders dichterbij. O, wat waren ze zo blij dat zij Jezus gevonden hadden en ze knielden bij de kribbe neer. Een kind is geboren, een zoon is geboren.
zien dat God met ons is. Jezus, Zoon van God, ik wil eerbieden voor u neer. Jezus, Zoon. Weet je wie ook naar Bethlehem ging? Drie wijze koningen. Met een witte baard, één met een zwarte baard en één zonder baard. Met een vriendelijk gezicht. Ze hadden prachtige jassen aan. Rood, geel en groen. De gouden kronen op hun hoofd. En ze reden op kamelen. Toen ze bij de stal gekomen waren, klommen ze van hun kamelen af en haalden alle drie iets moois tevoorschijn. De koning met de witte baard een prachtige vaas met wierook, de koning met een zwarte baard een kistje vol met goud en de koning zonder baard met een vriendelijk gezicht een vaas met mirre. Toen de koningen bij de stal kwamen, haalde Maria het kindje uit de kribbe, zodat zij het heel goed konden zien. En ze gaven hem de vazen met wierook en mirre en ook het goud, want dat hadden ze voor hem meegebracht. Wat waren de koningen blij dat ze Jezus gevonden hadden, die gekomen was om alle mensen gelukkig te maken. Die gekomen is om het licht te brengen waar het donker is. Als iemand even
avond hadden de koningen die in een ver land woonden een ster gezien. Die zo mooi was dat ze tegen elkaar gezegd hadden. Er moet wel een heel bijzonder kind geboren zijn dat er zo'n mooie ster aan de hemel staat. Laten we hem gaan zoeken en hem iets moois brengen. Ze waren op hun kamelen geklommen en de ster had hun de weg gewezen. Toen het verhaal uit was, zei de koning met de witte baard, laten we nu gaan, we moeten nog een lange reis maken. Zachtjes gingen ze weg en Maria en Jozef bleven maar zwaaien totdat ze hen niet meer zagen. Ook de herders gingen weg. En zij vertelde aan alle mensen die zij tegenkwamen dat Jezus geboren was. En al die mensen vertelden het weer aan andere mensen, net zo lang totdat iedereen het wist. Alle mensen waren blij en zij spraken met elkaar af dat elke verjaardag van Jezus een feestdag zou zijn. Dus ook vandaag. Het is feest. Jezus is geboren. Wat houdt God toch veel van de wereld? Zijn liefde is zo groot. Vier feest. Nu ook. Straal schitter, juist nu. En schitter, schijn en glinster. Vertel aan iedereen dat Jezus van ons allemaal houdt. Dat de Heere God zijn Zoon aan de wereld heeft gegeven. Een klein babytje. In de Bijbel staat, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke rots, eeuwige vader. Vredevorst. Vrolijk kerstfeest!